Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Mario Kart 8 Deluxe Gold Run 150cc. De vorige aflevering is alweer een hele tijd geleden, maar Wave 3 is uit van de gloednieuwe banen. Dus daar gaan we maar eens naartoe. Even kijken, deze vier hebben we gedaan, dat betekent dat die en die nu aanwezig zijn. Ik heb er heel veel zin in. Laten we de London Loop en de Boo Lake en Alpine Pass en Maple Treeway. En Maple Treeway, daar heb ik echt heel erg veel zin in, want dat is echt een leuke baan. Laten we eens gaan kijken wat ze ervan gebrouwen hebben. Ik heb er veel zin in. Ik ben erg benieuwd. Even kijken of ik het nog kan. Want de laatste keer dat ik Mario Kart heb gespeeld is de laatste keer dat er een Mario Kart aflevering was. Dus zo lang is dat geleden. Dus, ik ben zeer benieuwd. Ik kan nog de superstart in ieder geval. En ik kan ook nog driften. Nou, dan moet het helemaal goed komen. Dit is ook weer een Mario Kart Tourbaan. Oh, dat was de verkeerde knop. Hoe deed ik dat zo? Oh ja. Dit is ook weer een Mario Kart Tourbaan, zoals we al in eerdere waves hebben gezien. Hierna komen dus nog, we zijn dus nog pas op de helft van de waves. Er komen dus nog drie waves aan. Ik ben zeer benieuwd wanneer die waves gaan komen. Ik verwacht dat dat april, september en december gaat worden, maar je weet het niet. Misschien komen ze wel eerder, dat zou helemaal mooi zijn. Ik herken sommige stukjes van deze baan herken ik nog wel van Mario Kart Tour toen ik dat nog speelde. Oké, dan volgens mij was dit een van de eerste tours die uitgebracht was toen. Het gaat niet echt heel erg soepel, zoals jullie merken. Oh, kut. Maar goed. Oeh, die Bowser werd net niet geraakt door die boomerang. Zagen jullie dat? Oh, en ik zat ook nog eens tussen de itemboxes in. Helaas nog steeds geen Wario Colosseum. Ik hoop echt wel dat die gaat komen in een van de nieuwe waves die nog moeten komen. Kijk, een blauw schild in mijn voordeel gebeurt niet vaak. Dus laten we dat er maar van nemen. We gaan de laatste ronde alweer in. Dat is goed nieuws. Mario Kart 8 is ook niet echt een game die je veel moet spelen, merk ik aan mijn handen. Mijn handen die zijn heel erg van, dit is geen comfortabele positie. Wow, wat een hater. Oké, dit gaat niet goed jongens. Oh, dit gaat echt niet goed. We staan vierde en we zitten in de laatste ronde. Vijfde, we zitten in de laatste ronde. Dit is echt niet oké. Kijken of we nog wat recht kunnen zetten. Oh, we hebben wel zo'n vet coole piranha plant. We staan nu derde. We hebben nog twee voor ons. Een Koopa en een Metal Mario. We hadden best wel mensen dicht bij ons achter. En die worden allemaal eerder groot dan dat wij doen. Dus dat is niet echt heel gunstig. Kut, ik dacht dat we het niet zo gaan. Oké. Oeh, dat bedoel ik. We kunnen nog eerste worden. Oh, kut. Ja. We zijn eerste geworden. Kabooming. Lekker hoor. Oeh, dat was echt op het randje. Laten we de volgende race gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd wat de volgende race is. Oh, iets met Boe, geloof ik. Boe Lake? Ja, Boe Lake. Van de GBA. Dus van de Game Boy Advance. Van Super Circuit. Ik haat normaal dit soort banen, maar wie weet dat deze, nu die geremaked is, leuker is. Hij is in ieder geval beter te besturen, omdat het op deze game is, denk ik. Oh, en ze hebben hem een beetje aangepast, dat is wel goed, want dat vond ik een beetje lekker de vorige keer aan die... aan de remakes, zeg maar. Dat ze niet echt Mario Kart 8 hebben gemaakt. Dat hebben ze bij deze wel gedaan, want er is ook al een heel onderwaterstukje. Die is volgens mij normaal ook niet. Dus nee, ze hebben hem wel echt goed aangepast. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Dat mag ook wel een keertje. Oh, en dat is een korte baan ook, zeg.
Ik ben benieuwd of Jordi het daarmee eens is. Ik hoor het graag in de reacties, Jordi, want ik denk wel dat je deze video kijkt. Ze hebben een Mario Kart 8 fight, hebben ze hem. Zo. Auw. Dat is kut. Goed, laatste ronde. Het is echt een hele korte baan dit. Maar overal liggen van die mushrooms. Er zijn een paar mensen onderuit gegaan met mushrooms in hun hand. Een soort van bananenschild om ons heen. Dit is alweer het eind als het goed is, dat we hier zo meteen voorbij zijn. Nice! Kijk, deze was een stuk minder moeizaam dan de vorige baan. Laten we naar de volgende race gaan. Alpine Pass. Deze ken ik wel, is van Mario Kart 7 volgens mij deze. Ja, deze ken ik heel goed. Niet mijn favoriete baan, maar wel vet dat hij terug is. Dus wie weet dat Mario Kart 8 mij hem leuk kan laten vinden. Ik vond hem niet zo leuk in de originele. Hier waren vooral vleermuizen kut, maar ik zie op dit moment geen vleermuizen. Daar waren vleermuizen. Een stuk minder hinderlijk dan dat ik ze kan herinneren. Ja, deze hadden ze toegedaan omdat dat glider was helemaal de gimmick van Mario Kart 7. Dus toen hadden ze echt heel veel gliding erin gestopt. Zoals je ziet. Gelukkig kon je door die branch heen, anders had ik echt boos geworden. Oh ja, dit stukje ja. Dit kan ook heel kut zijn met ballen omdat je ze niet van tevoren ziet, zeg maar. Ja. Overgliden in deze baan vind ik. Maar verder, een paar tweakjes heeft hij wel gehad, dus hij is beter dan het origineel. Daar heb je weer van die kutbeesten. Zo. Ah, die toeter had ik moeten bewaren, brengt me nou ja. Ik dacht dat we wel verder waren. Oh, we kunnen hier makkelijk door de bomen heen. Oké, dat valt me echt alles mee. Kijk. Oh, fuck. Oh ja, redden we nog. Ah. Je ziet, ah, hij kan vliegen. Gaat niet onder je door. Dat is kut. Kijk uit! Oh. Ik denk altijd als ik kijk uit rijd dat de dry bones er dan vanzelf gewoon automatisch eromheen rijdt. Dat is niet zo, heb ik gemerkt. Ik heb wel... Oh, wat gebeurde daar? Ik kreeg een soort van windstootje. Niet mijn beste ronde, maar mogelijk nog om te winnen, dus daar gaan we maar voor. Minder moeizaam dan in Mario Kart 7 en dat is altijd een pluspunt. Dus leuke baan om terug te hebben. Nu gaan we naar Maple Treeway en ik denk wel dat Maple Treeway samen met Rainbow Road, die in de andere cup zit die erbij is gekomen, dat wel de vetste banen zijn, zeg maar. De eye catchers van deze wave. Oeh, bladen zag er slecht uit, maar dit ziet er dan wel weer goed uit. Dit
Ik heb een gevoel als dat stukje naar beneden veel langer eerst. Maar misschien verbeeld ik me dat hoor. Oh, de snipe. Ik ben benieuwd of die Wiggler er weer is. Ja, er zijn zelfs twee Wigglers. Er is volgens mij ook nog zo'n Wiggler op zo'n touw. Gespannen touwen. Maar misschien was dat dit stukje wel al. Maar dat hebben ze dat misschien al aangepast. Ja, dat hebben ze aangepast. Oké. Voor mijn gevoel zitten er veel aanpassingen in deze track. Oh, iemand snipte die Inkling zo hard, hè. Volgens mij was dit eerst op soort van touw of zo. Misschien heb ik wel een hele andere baan in mijn gedachten hoor, maar. Nice. Oké. Ah, het is wel een mooie track. Eerlijk is eerlijk. Het ziet er mooi uit. Behalve dit stukje met bladeren. Het zag er een beetje plattig uit. Oh, dit ging niet goed. Goud zullen we wel halen, alleen ik wil eigenlijk natuurlijk de 3 stars. Dat snappen jullie. Oh, een muntje. Daar kan ik mezelf toch niet meer beschermen tegen Bowser. Dat bedoel ik. Daar kan ik me niet zelf niet meer beschermen tegen Bowser. Wauw. En dan word ik zelf nog derde ook of niet, ja. Wauw, wat een onzin. Maar we zijn natuurlijk wel eerste geworden. En dat betekent dat we gewoon weer zo'n goud cuppy in de pocket hebben. Kijk eens. De Mario Kart. Volgens mij was dit de Rock Cup, heette die zo? Congratulations. Volgens mij was het de Rock Cup. Bedankt voor het kijken van de Rock Cup. De volgende aflevering gaan we het volgens... Ik weet niet eens welke het is, maar dat zien we dan wel. De volgende cup doen die uit is. Ik zie jullie de volgende keer. Adios, amigos.